hebben hier de hele dag op de markt gestaan en we hebben regenboogbutsen uitgedeeld. En eigenlijk alleen maar heel veel leuke reacties gehad. Ik sprak een groep meiden die op het station elkaar tegen zijn gekomen en die kenden elkaar helemaal niet. Zagen dat ze uitgedost waren en die dachten van nou, we zoeken elkaar op. Die zijn de hele dag samen op pad geweest. Ik heb ouders gesproken met kinderen. Ik heb heel veel mensen uit het buitenland gesproken. Duitsland, Spanje, Litouwen. Die allemaal hier studeren, maar kwamen voor de Pride naar Zwolle. Dus volgens mij loopt het hartstikke goed. De drag queen die je daar op de achtergrond ziet, dat is Dusty Gasanovic. Die is op een gegeven moment begonnen met hashtag ik ben het zat. Zij was het zat dat er zoveel geweld tegen de regenboogcommunity, tegen LHBTI-personen bestond. En zij was van plan om daar iets tegen te doen. Ik word er zelf heel verdrietig van als ik zie dat er 1300 tot 1500 aangiftes per jaar worden gedaan. En uiteindelijk hadden we vorig jaar onder de streep 7 veroordelingen waarin het discriminatoire aspect ook werd meegewogen in de strafeis. Dus dat is natuurlijk een verschil van heb ik jou daar? Dat kan eigenlijk niet. Middels de stichting, daaraan is een advocaat strafrecht ook gelinkt. Die kijkt meteen bij het eerste loket wat een slachtoffer tegenkomt, de politie, of de aangifte een beetje goed op papier is gezet. Geeft nog eens wat tips en trucs. En op die manier proberen wij de aangiftebereidheid niet alleen omhoog te krijgen, maar ook het slagingspercentage van zo'n aangifte. Een drag queen die naar Roze Maandag in Tilburg ging, die kreeg op Twitter kreeg ze teksten te horen van kan deze meteen doorgestuurd worden naar een vernietigingskamp. Nou, dat zijn dingen die gaan zo tegen mijn persoon in, die zijn zo tegen mijn gevoel in. Dus daar hebben we meteen een aangiftetraject mee opgestart. Daar zijn we meteen bovenop gedoken. Dus wat dat betreft zijn wij ook nu al bezig met het genereren van resultaten, hopelijk. Veel mensen kennen ons van toen wij nog een pand hadden, maar die is 3 jaar geleden gesloten. Maar wij geven nog voorlichting op scholen. Wij staan op de markt. We hebben Club T. Club T is eigenlijk een groep die samenkomt in Zwolle. En dat is eigenlijk voor transgenders. En ik weet niet of je bekend bent met het woord transgender, maar het is eigenlijk dat je in het verkeerde lichaam wordt geboren. Zo worden sommige, ja, als jongens dan willen vrouwen worden of andersom. Er heerst nog heel veel onwetendheid over. En mensen verwarren het soms, transgenders, ook wel met crossdressers of met travestie of wat dan ook. Maar het is echt iemand die echt zijn leven totaal anders wil inrichten, een ander geslacht. Ja, heel veel transpersonen die hebben ook last van depressie of zelfmoordgedachten. En voor hen is, ja, het is niet van een keuze om zomaar even vrouw of man te worden. Het is je leven lang een proces. Vorige maand stonden we op de Meppeldag in Meppel. En daar was een groepje jongens van 8 of 10 jaar. En daar waren we ook deze butters aan het uitdelen. En een van die jongens zei van, oh leuk, dat is voor mijn neefje, want die is transgender. Als je kijkt naar zulke jonge kinderen die eigenlijk al het heel gewoon vinden om over transgenders te praten van hun eigen leeftijd. Dat vind ik dan echt heel erg ontroerend. En dan is er denk ik heel veel veranderd ten positieve.